Voetje voor voetje stroomt het dorpscafé vol. Plannen maken voor een groot dorpsfeest. En waar het op veel plekken traditioneel lastig is om vrijwilligers te vinden, bruist het in het café van de enthousiasteling. En juist dat is volgens de mensen hier de kracht van het Wijkenzeese dorp. Als ik hier op, laten we zeggen, een willekeurige maandagavond door het dorp fiets en ik kijk naar binnen, dan zie ik overal mensen aan tafel zitten. Die zitten plannen te maken, plannen uit te werken, ideeën te bedenken. Er is een ontzettende grote betrokkenheid en een grote urge om dingen te doen met elkaar. De mensen kennen elkaar hier. Noem het gerust een hechte gemeenschap. Dat bruist van creatievelingen, zoals Fons Deen, een voormalig jongerenwerker. Die lokale ondernemers steunt met een bijzonder initiatief. Eigenlijk proberen we met eens in de zoveel tijd met een ploeg, wat ik net zei, gelijkgestemden af te spreken. Die ook vinden dat de middenstand moet zijn en moet blijven. En daarmee gaan we zo massaal mogelijk langs bij een middenstander die we een warm hart toedragen. En daar kopen we allemaal wat. Om te laten merken dat we het prettig vinden dat hij of zij hier is. We leven in een samenleving waar we heel veel consumeren. Alles is voorhanden. Je kunt overal naartoe. Je kunt je laten vermaken. Maar het heeft zoveel meer waarde als je met elkaar zelf dingen maakt. Kijk, hier zit hij. Dus de betaallokaal sticker. Je hoeft alleen maar hier en daar iets in de lucht te gooien. En dan is er een enorme vibe. En dan komen de mensen allemaal, haken ze aan. Het is echt fantastisch.